voordat de receptie begint graag iets willen laten horen. Dat liever gezegd, als het goed gaat, dan laat Marjolein Annelies horen. En Giezo en Marjolein en wij staan stiekem verstopt achter de gordijnen. Voor de psychologische support. En ik hoop dat het leuk wordt. Het liedje staat bij jullie in het boekje op bladzijde 5. En je kent de melodie niet. Straks hopelijk wel. Oh, yeah.
zie dat er wat iemand binnenkomt voor de receptie en ze bedoeling dat er wat voordat het begint even afronden. Dus daarom graag even jullie aandacht. Ik heb hier een boekje in mijn handen. En dat boekje dat landde in het gezin toen bijna alle kinderen nog thuis woonden. Iedereen deed enthousiast mee. En daarom bleek wel hoe leuk en gezellig we thuis gehad hebben. Al waren we heus niet altijd even beminnelijk voor elkaar en voor onze buurtgenoten. Als dank voor die fijne jeugd. Als dank voor die fijne jeugd hebben alle acht de lommetjes, zoals meneer Willehager ontmoette, dit nostalgische boekje samengesteld. We presenteren het ter gelegenheid van de gouden bruiloft van onze ouders. Veel plezier ermee in leiding van dit boekje. Het is een boekje waar allerlei anekdotes in staan die toen naar voren gekomen zijn en waarvan de gegevens een jaar of vijf bij mij thuis zijn blijven liggen. En waarbij op verzoek alle kinderen meewerkten om daar nou een hartstikke leuk herinneringsboekje van te maken. En het heet Niemand anders weet dat we naar Artis, dat we naar Blijdorp gaan. En het bleek dat ik dat voor geen enkele van de handen hoefde uit te leggen, dus pa en ma zullen ook wel direct begrijpen waarom die titel eraan besteed is. Herinneringen aan thuis van Katja, Toontje, Osmien, Kiki, Ankie, Tentenbakkie, Trui en Spook. Dat zijn jullie acht kinderen. Veel plezier mee. Ik heb er voor alle kinderen en schoonfamilie één, dus twee vergezinnen. En dan ook nog voor degenen die hier uit andere hoofden zijn, kunnen we zo'n exemplaartje geven. Maar ik denk twee boekjes per gezin, dat dat voldoende is. Misschien dat jullie de gebeurtenissen door de broers en zusters wat aangedikt vinden. Maar we spreken af dat ze daar niet over zeuren. Wat hierin staat is voortaan waar. Dus als je zegt, ja, ik heb helemaal niet dit of dat gedaan. Nou, het staat nu in het boekje en net als de krant, dat is ook een manier, een boekje. We spreken af, dat is waar. Bedankt. De toiletten beneden, de toiletten is voor de dames en de boven toiletten zijn voor de heren en de jongens. Want het is een herinnering voor opa en oma. Ah. Zo, dan weten ze wie er allemaal geweest is. Leuk. Dat is dus onze taak. Ja. Ja. Moeten jullie nou de hele avond blijven zitten? Nee hoor. Nee, een half uur. Je bent ook niet meer thuis? Nee. Geinig, hè. Ja, kom maar weg. Ja. Is er nou een kipkorder? Ja. Kom maar weg, meneer. Dat we niet aan het doen. Ik heb het
Thank you.